Hey, jongens kijkers van ShadowGames23. Ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Ronald Speelt Minecraft. En ja, vandaag heb ik echt, echt heel erg slecht nieuws voor jullie. Want um, ja, de X-Story die heeft me zitten fucken met mijn settings. Dit is al een keer eerder gebeurd in Ronald Speelt Minecraft. Toen met het uh, boothouse, zeg maar. En ja, deze keer uh, ging het niet om twee afleveringen. Dit ging om een stuk of zes. Dat was zo kut. We hebben in uh, ja, dus, uh, de vorige aflevering een ja, NPC-verlies en zo allemaal ontdekt. En ik ben ja, ook doodgegaan. Nee, maar we hadden een Temp. Uh, we hadden een NPC-village en we hadden een dungeon gevonden, een spawner. Er was nog een spawner en er waren nog veel meer NPC-villages en jungle tempels in de buurt en alles. En wel, dat had ik dus allemaal opgenomen. Alleen de X-story, die, X -story die uh, vond ik eigenlijk niet leuk dat ik dat opnam. Dus hij heeft mijn microfoonje opgenomen. Hij heeft zitten klooien met de frame rates. Het lijkt als dat tering terwijl ik gewoon op mijn opnameschermpje, want nou ja, ik heb zeg maar video-frame rate en file-frame rate, dus wat jullie zien. Uh, dat, 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 staat, dat stond gewoon op 30. Dat staat nu ook gewoon op 30. Dus hopelijk doet hij het nou allemaal wel goed. Ik heb een nieuwe setup. Dus uh, misschien ligt het dat ik met de kabels heb zitten klooien. Maar. Ik heb wel eerder wat opgenomen en toen was het gewoon prima. Dus ik weet niet wat er allemaal is gebeurd. Maar we gaan in ieder geval maar eens even kijken wat we um, allemaal hebben opgehaald. In die verloren episodes. Dus als eerste meneer Knol daar. Zo, daar gaan we zometeen heen. Ik wil eerst even met jullie het gaan hebben over uh, dit hier. Want nou, ik, ik heb in de planning om daar binnenkort een uh, treeform te maken. Want waar ik nu mijn treeform heb, daar is ik wil daar de. Um, ...manege gaan maken voor meneer Knol... ...en mevrouw Knol en Knol Junior... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alleen, ja, dat was mijn vraag. Willen jullie dat ik het off-camera doe... ...met um, die brug maken... ...en dat ik dat hele bos daar zo wat neer ga halen? De swamp biome, nou ja, ik wil alle kleuren... ...en soorten bomen hebben. Jungle tree, oak tree... Uh, ...birch tree... ...en natuurlijk sproestree. En wat wil ik dus allemaal te hebben ...maar willen jullie dat ik alles op camera ga doen of off-camera? En hier hebben we de, de buren alweer. Donder op, ik wil geen... Geen deel worden van jullie gemeenschap opbokken. Stel ik je drik nekken. Oké, okay, goed zo. Dus even kijken. Goed. Oh, dat is wel leuk. Die bloemetjes daar zo. Nou, daar hebben we de, 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 de plaatselijke hangjongen. Donder een eind op. Ik hoef jullie niet. Ik wil jullie niet. En. Hoe durf jij je klein, klein krenk? Zo Goed zo. Jezus. Die buur tegenwoordig. Want ik helemaal niet, niet goed van hier. Back, back, dit is verboden terrein, verboden terrein, opgebokt, oké, okay, goed zo. Ik moet gewoon mijn complete plekje verdedigen tegen van die dowdies hier, zo. Jezus, word je helemaal simpel van, ik blijf alleen maar zombies killen, hè. Maar, um, ja, off-camera of op-camera, off met dat um, drie dingen gebeuren, laat het achter in de comments. Als jullie het niet achterlaten, jullie het niet willen zien, dan ga ik het alsnog gewoon doen. Dus, um, ja, maar zeg ook wel als je het wel wilt, natuurlijk. Ik word helemaal gek van die lui. Goed, we gaan eerst maar slapen, want ik ben er helemaal klaar mee. Goed, nou dan ga ik jullie zometeen eerst maar alle shit laten zien die we hebben gevonden. Want het is echt veel. We hebben diamonds, en emeralds en uh, alles wat je. God non Door wie kan ik nou weer niet snurken in mijn eigen huis? Wie dat op zijn geweten heeft? Oh, die heeft een probleem. Die, 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 die. oké. Okay. Hele shitje man Oh nou, plaats ik ontvangstcomité er nog bij Hup, oké, ja natuurlijk Jij ook nog eventjes, sure why the fuck not Als ik dit weer eens te doen heb hier Huppakee, sterf ook maar meteen Ja goed, zo schiet die spin maar lek Vind ik helemaal prima, fijn dat je pijlen meer Ja, brand in de hel jij Natuurlijk, schiet maar maar dood, hup, hup Oké, okay. jongen. Jong, jong. En plaats dat jullie me nou gewoon met rust laten En gewoon nog even leven Want het de dag wordt Nee, jullie moeten me meteen wel lastig gaan vallen hier zodat ik weer niet of een nachtrust kan hebben met, 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 met rust en heel veel slaap. Ja, godzame z'n kleren, homo. <laughs> nee, dat is wel een beetje grof. Nee, maar echt, ik word hier toch helemaal niet, helemaal niet simpel van. Laat het alsjeblieft in 1.7 e over zijn, deze ellende met die zombie-sheetjes. Echt, ik word er helemaal niet goed van. En natuurlijk, jij er ook nog bij met je enchanted golden armor. Dood, 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 ga dood jij. Tuurlijk, ze hebben nog een fik ook nog, jij. Uh... Zo, ik weer niks beters doen heb hier? Je ziet die weer eens een spin? Ik weet niet waar, maar hij heeft een heel groot probleem als ik hem tegenkom. Zie die kuts, Nee, nou, Dat zien we later wel. Oh, mijn god. Ik wil jullie wel bij mijn huis weg hebben. Jullie vertrouwen niet. Die wordt ook lelijk. Ga ook dood. Gewoon die tering. Nee, 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 nee. Nee, ga doodkrengen, jezus. Zie nou wat ik bedoel. Ik ben alleen maar bezig om die mobs hier uit de buurt te halen. Jonge 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 jonge. Donde op. Ik wil jullie niet. Ik haat jullie. Oké. Okay. Dus ik heb het ook met de Guinea op hard zetten. dit zijn al heel veel mobs hè. Zo, level 20 ondertussen. GG. Kan ik nu eindelijk gaan slapen? Zonder dat mogolen aan mijn deur gaan kloppen. Van. Hey, doe het. Kom lekker bij mij spelen. Dat klonk wel fout, maar goed. Slapen. Jezus. Dank u wel, Heer God. Jezus. Ja, brandt allemaal een hel. Goed zo. Nou, wat hebben we allemaal gevonden? Wel, we hebben als allereerste, dus, met de Knog gevonden. Met de Gong Halls armor de Name Tag en de. Zadel. En dat heb ik alles, als het goed is, in uh, deze chest hier gedumpt. Ja, dit hebben we nog meer gevonden: we hebben twee diamonds. Ik heb uh, emeralds geruild voor een diamond helmet. Bij een NPC village: Blacksmith, dat is echt super handig. Hij ruilde iron voor emerald. En, uh, uh, nee, hij ruilde emerald voor iron. Nou, in ieder geval, als ik iron aan hem gaf, kreeg ik een emerald. Ja, dat. En wel, we hebben nog een iron leggings gevonden: we hebben diamond horse armor. We hebben ook nog iron horse armor. We hebben wat TNT uit de tempels gehaald. Ik heb nog wat extra iron. Jezus Christus. Dan heb ik dus die Diamond Helm. cobblestone, Mozzie cobblestone. Ik heb heel veel spawners gevonden en alles. Dus dat is wel. Uh, pretty, pretty nice. En wat voor. Emu. Zit mij nu nog lastig te vallen. ik wil toch helemaal niet. Donderenheid op. Tuurlijk, mijn shukken geen ook nog stuk. I, I zo. nou, we gaan maar eens een ritje maken op met een knol. Ik weet je lukt wat dat is. Eh uh, klik, klik klik. Moet ik dit nou eraf halen? Moet je het omhaken of zo? Da. Fuck, oké okay, het zal. Hotsik, mijn machtige ros. Kijk, by the way jongens, Tower of Power wordt ook episch. Het wordt echt gigantisch hoog. Hier komt dus de stal van meneer Knol. Daar zo, en mevrouw Knol en zo. We gaan nog meer paarden halen. ik wil zeg maar een beetje van alle soorten wat hebben, zeg maar. De belangrijke soorten, schimmels, de wat meer uh, ja, lichtere karamelkleurige paarden. Nou, dat was shit allemaal. Maar goed, je ziet dus wel, het lekt niet. En het, het is echt wel fijn en alles. Maar ik baal er dus wel van dat we niet, um, uh, ja hoe noem je dat... Uh, dit is opgenomen. Maar goed, ik ben ook helemaal dat daardoor. Maar ja, ik wou meneer Knol even hier neerzetten. Want ik denk dat hij hier wat meer op zijn plek is. Tussen de koeien en de varkens en de Donies en bam en zo. Goed, ga dan maar lekker op, jongen. En uh, wel, meneer Knol dus. Eens even kijken. Ik ga denk ik uh, de trees en alles wel even off-camera weghalen. Ik ga een alvast een klein begin maken. Ik had uh, de fences al wel weggehaald. Maar... Uh, ja, ik bedoel ook maar eens een keer een oogst in alles is helemaal volgegroeid. Maar ja, Tower of Power wordt dus een uh, icoon voor Ronalds Minecraft. Het wordt gigantisch. Dus ja. Maar goed, we gaan dus maar vast dat bomen weghalen, want dan uh, we hebben we toch hout nodig. En dit geeft mij tijd om met jullie te kletsen over de toekomstige plannen van Ronalds Minecraft. Nou, als eerste, wij gaan dus uh, in de komende episodes alleen maar bezig met uh, de stal van de knol. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar ik denk sowieso wel twee episodes. Want er moet een wrench bij, er moet dus één groot gaan worden. Maar dus. Um, ja, het moet dus helemaal fancy gemaakt worden met een dak erop. Dat lijkt me logisch. Nee, maar het moet dus wel uh, redelijk mooi worden. Dus um, ja, nou en daarna zou ik... Nou, ik weet niet, misschien iets... Met de Tower of Power weer kunnen doen. Of nou, nee, wat willen jullie zien in Ronalds van Minecraft? Wil jullie dat ik de Tower of Power af ga bouwen? Wil jullie dat ik een stal van mijn knol ga maken? Wil jullie dat ik op zoek ga naar een andere huiskat zodat we een babykat kunnen krijgen? Wil jullie nog een hond erbij? Wil jullie nog een kat erbij? Want zo ja, dan moet ik uh, die honden laten neuken. Nou, had ik maar. Uh, in ieder geval, laat eens even achter in de comments, jongens. Wat willen jullie in de komende paar episodes zien? Eens even kijken, ik weet niet of ik het met jullie hier al over heb gehad. Maar Ronalds Minecraft komt pas bij episode uh, 100 te downloaden voor een weekend. Want uh, het blijft mijn map, maar ik wil jullie toch een kans geven om het dan te downloaden. Bij episode 100 uh, zullen we al, denk ik, een witterboss hebben verslagen. Tenminste, episode 100 gaan wij een Witterbos verslaan. Een Wittebos. Want uh, na nou, ben je oor de 150, nog een, dan Wheeps oor de 200 en of zo, nou, dan is deze serie wat aan het einde gekomen denk ik. Want dan heb ik volgens mij ook geen plannen meer. Ik ben nu al een beetje out of plans, dus uh, daarom vraag ik ook aan jullie, wat uh, willen jullie zien? Ik heb dus al uh, meneer Knoel, dus daar kunnen we het een en ander mee gaan doen. Dan kunnen we binnenkort nog iets van npc epicyfillis gaan restaureren. Dan kunnen we daarbovenop nog iets van een fancy, schmancy uh, vakantiehuis, jungle, boomhuis, dingetje maken. En wel, ik wil dan nog een tree farm maken. Dus ik heb nog wel wat ideeën. Ben ook met Minecraft 1.6 komen allemaal vissen uit en alles. Dus dat wordt super episch en zo. Nieuwe mountains en bergen. Dus we zijn nog lang niet out of ideas. Maar op een gegeven moment komt dat wel natuurlijk. Want er blijven wel nieuwe updates komen. Alleen ik weet niet hoe lang deze filter nog aankomt. Want ik ben dus al een heel eind Ja, kant en kant. En allerlei kanten opgelopen hier. Dus ja, ik denk dat 1.7 nog werkt. 1.8. 8, of uh, ja, 1.8. Misschien. Want daar, uh, ik weet niet of er bij 1.8 nieuwe biomes shit gaat komen en zo. Maar dan zien we het allemaal wel. En volgens mij is dit wel klaar. Dus ik kan uh, dit beginnen weg te haken. Maar dus ja, het is even kijken wat er allemaal uh, uh, ja, gaat komen in uh, zowel 1.7 als 1.8. In 1.7 komen sowieso allemaal nieuwe biomes. Dus dat wel, het, uh, wordt wel cool. Alleen het is dus nog maar even de vraag of uh, de wereld het allemaal aankan Want we moeten dus waarschijnlijk heel ver verschillende kanten op gaan lopen en alles. Dus ik moet ook heel veel vakantiehuisjes gaan bouwen, denk ik. Want naast uh, als we daar op expeditie gaan, dan wil ik natuurlijk wel even huis hebben. Dus uh, ja, maar ik wil gewoon puur uh, daar zo een jungle huis hebben, omdat dat gewoon episch gewoon, is. Dat is gewoon mijn vakantiehuis. Gewoon mijn, uh, mijn oud-huis, zeg maar. Of oud de is eigenlijk een wc-pot die buiten staat. Maar goed, dat maakt even niet uit. We gaan wel gewoon uh, zien wat het allemaal brengt. By the way, als ik uh, level 30 ben, wil ik ook dat... Um eh, uh, Diamond Sword is repareren. Of nou, dat wil ik nu wel even gaan kijken. Hoeveel gaat dat kosten als ik de Diamond Sword ga repareren? Want hij is al bijna, eh, uh, ja, op de helft van zijn durability. Dus die moeten we wel even gaan repareren, binnenkort. Want hopelijk kost het niet te veel levels. Dit halen we even weg. Want minder Knol, die heeft hier niks meer te zoeken. Za. Zo. Ik vind deze tuin echt mooi. Gewoon echt zo'n Chinese tuin-achtig achter iets. Dus ja. Eens dus even kijken. Ik wil ook nog, by the way, op zoek naar een mine uh, Mineshaft. Voor mijn. 100 en katten, want die wil ik ook naapjes geven, natuurlijk. En ik heb maar één name tag en die zit aan mijn Knol vast. Dus ja, als ik mijn Knol dood maak, dan heb ik die name tag ook niet meer. Maar goed, we moeten dus even diamonds hebben. Is het misschien handig als ik die envel beneden hier ergens neerzet of zo? Nou, denk ik niet. Nee, oké, even kijken. Diamonds zullen er wel twee zijn. Zullen er zal wel even 30 zijn of zo om zo'n diamond sword te repareren. Eens dus even kijken. Goed, nou, diamond sword heb ik. Oké, diamond erbij. Ja, tuurlijk, het met kost 21. Jezus, mens. Ik denk dat ik het er daarvoor over heb of zo. Denk je dat? Ik berg ze meteen even goed op hierboven. Moet ik maar eens een keer full diamond voor mezelf gaan maken. Want nou ja, ik kan het doen. No problem. Hoeveel diamonds heb ik nou eigenlijk? Wauw, ik lol echt veel. Ik ga er gewoon geen, geen blok van maken. Want ik vind dit gewoon veel te episch staan. Gewoon bijna een stack met diamonds. Holy kut. Uh, hey, iron armor. Even kijken. Uh, wacht, ik kan wel even wat doen hier: Protector, protection, protect protection. Het valt bijna van de lender uit elkaar, dus we doen gewoon lekker dit zo. Ik weet het, ik weet het, dit chat met schaam eraf. Maar ach ja, als het een uh, praktisch nieuw eindbroekje kan betekenen, dan en end chat ik ze wel. Ja. Is... Met level 1. Ik ga ze dus echt niet repareren met en dat doe ik niet. Oké, okay, zo moet maar dan. Goed, nou. Ik denk jongens dat ik de episode hier ga afsluiten. Ik vind het echt jammer dat we die episodes niet meer hebben. Maar ach ja, ik moet er maar overheen komen. Het is niet zo dat de wereld gaat. Work als a goed Minecraft maakt het wel heel veel uit. Maar ach ja, het kan erger. Wil dat het ook weg kunnen zijn. By the way, ik moet dit echt gaan backuppen. Maar goed, tot de volgende keer, okay, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even wat likes achter. Laten we eens kijken of we... 33 likes. Laten we het gewoon proberen. Als jullie dat halen... Ja? Dan betekent dat, dat er meer Ronald Minecraft uitkomt. Dus als ik 33 likes krijg... Betekent dat niet dat er meteen een nieuwe Ronald Minecraft uitkomt. Nee, dat betekent dat over een langere termijn... Uh, Rolandspeel Minecraft blijft komen, blijft komen Steeds meer, steeds meer En ik zal niet iedere dag doen, maar sowieso wel om de dag Dan dus, en misschien als het heel goed gaat wel uh, uh, Sowieso een keer per dag Dus ja, als we gewoon een hoog like aantal kunnen halen 33 of zo Dan uh, is dat goed Dus ja jongens, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken Abonneer ook nog even, volg me ook even op Twitter At shadowgames 23. En dan zie ik jullie later, dus ja Later mensen